Het verschil tussen SV Urk en Holwierde in de rode tenues bedraagt met nog 9 wedstrijden te spelen al 13 punten. En bij winst op de Groningers kon Urk dus een concurrent voor de titel wegstrepen. Holwierde kan bij winst de tweede periodetitel pakken. Dat was de inzet van dit duel. Team van trainer Jan Schulting is goed in vorm. Vorige week werd op eigen terrein nog met 5-1 gewonnen van Noordse Schut. En ook Holwierde won vorige week. En de eerste mogelijkheid van het duel voor de Groningers van deze Kunait Karakaya. 9 minuten later dan deze vrije trap voor Holwierde. Danny de Vries met de actie. Maar zijn schot gaat voorlangs. En dus zijn de eerste wapenfeiten voor de bezoekers uit Groningen. Na een half uur spelen dan deze aanval via Cornelis Nentjes. Hier aan de bal. Speelt zijn directe tegenstander uit en de voorzet op Randy Jelis. En die gaat er bijna in. Een paar minuten later Urk opnieuw in de aanval. Geert Hemelrijk. Met de paas op Neentjes. Zijn schot wordt geblokt. En zo gaan de ploegen met een 0-0 gelijke stand rusten. In de tweede helft dan de hoekschop van Holwierde. De bal wordt binnen de 16 ingeschoten en van de lijn gehaald. En dan nog deze scrimmage voor het doel. Maar gelukkig voor Urk gaat die bal over de achterlijn. Dan de inworp voor de Groningers. En dan staat de spits helemaal vrij. Maar Cornelis Kofferman pakt die bal. Cornelis Kofferman net weer terug na een knieblessure. Het was lekker weer op Urk. Er was redelijk veel publiek vanmiddag. En hier dan de beelden uit de 78ste minuut. Met de kopbal van William de Boer op Danny Massereeuw. En die wordt onderuit gehaald op de rand van de 16. En de scheidsrechter fluit daarvoor. En hij stuurt daarvoor de aanvoerder van Holwierde van het veld. Hier dan de vrije trap met achter de bal Randy Jelis. En die heeft heel wat moois in gedachten. Maar de bal gaat net aan de verkeerde kant van de paal naast. 7 minuten voor tijd dan. De hoekschop van William de Boer. En die bal verdwijnt miraculeus over de doellijn. En dan is daar toch die bevrijdende treffer. Dat geluk moet je hebben als koploper als je kampioen wil worden. En Jan Schulting natuurlijk dik tevreden. Holwierde moet dan met 10 man nog op zoek naar de gelijkmaker. En neemt daarvoor risico's. En hier is Urk weer weg. Danny Massereeuw in de tweede helft in het veld gekomen. En die legt al zijn gram in dit schot. Urk wint met 2-0, blijft op kampioenskoers. Maar het breekpunt in de wedstrijd was de rode kaart voor de gasten. Ja, dan is het af. Ja, dan moeten hun wel hier van heel sterke huizen komen om ons nog eens de laatste 10 minuten om ons moeilijk te maken. En dat lukt gewoon niet. We hebben een sterke verdediging, we staan goed. Naar het kampioenschap. Ja, want ik denk, het was ook broodnodig dat jullie die punten pakten. Want je kan enorm goede zaken doen vandaag. Ja, zeker. Ze stonden derdes. En dichtbij bij ons. Ja, 12 punten is dan niet super dichtbij. Maar je ziet gewoon dat je moet winnen om door te kunnen voor het kampioenschap. Ja, en dat gebeurde. Ja. Nou, aftellen, hè? Nog een paar weken. Ja, nog een paar weken en dan hebben we feest.